En dan nu? Hallo kijkers. Als iets 25 jaar geduurd heeft, dan mag je daar best eens even bij stilstaan. Of een feestje vieren. En een van de vele bouwprojecten in deze stad heeft dit jaar een jubileum. De Stratenmakerstoren is in 1987 ontdekt bij de sloop van een aantal huizen aan de Waalkade. Niemand wist meer dat die huizen in de 18e eeuw gebouwd waren op de restanten van een stukje van de middeleeuwse vestingwerken. Die vondst moest natuurlijk bewaard worden. Eerst hebben ze er wat plastic overheen gelegd, toen hebben ze er een muur voor gebouwd en toen moest er nog een dak overheen. Daar was toen geen geld voor. Vervolgens kwamen de lokale bankdirecteuren en aannemers, bestuurders van de gemeente en de universiteit, in 1995 bij elkaar om te gaan beslissen dat het toch iets moois moest gaan worden. U ziet de maquette op de foto's. Er was applaus, er werden wat handen geschud en er werd nog wat nagepraat. En er kwam een onderzoek naar de haalbaarheid. En nog een onderzoek naar de haalbaarheid. En let op, er kwam in 2002 een nieuw plan. Daar werden diverse haalbaarheidsonderzoeken naar gedaan. Ondertussen hadden ze ter bescherming maar een stijgerconstructie neergezet met een zeiltje eroverheen. De wethouders in die jaren, een stuk of 10 zo ongeveer, stapelden onderzoek op onderzoek. En uiteindelijk kwam er 3 jaar geleden een plan voor de Bastij. Een samengaan van Natuurmuseum en Stratenmakerstoren. En in februari van dit jaar lazen we op de website van de gemeente dat als de gemeenteraad het plan goedkeurt, dat medio 2014 de bouw kan starten en in 2015 is dan de opening. De besluitvorming is ondertussen uitgesteld tot najaar 2013, maar het ziet er toch wel gunstig uit op dit moment. We wachten rustig af. Gelukkig hebben we dit jaar het 25-jarig bouwplanjubileum. Bedankt voor het kijken en van harte gefeliciteerd. Van de maquette uit 1995 is dit restant nog terug te vinden in de collectie van het museum.